donderdag. We zijn te laat. Doe je zo de lichten uit, Luan? Voor mij niet. Ik heb afgesproken om te gaan trainen. Ik ben nog helemaal groggy eigenlijk van Cuba. Jetlagged een beetje. Ik kan s'nachts niet slapen. En ik heb wel afgesproken om te gaan trainen, want het is nodig. Ik heb volgende week een aanvraag. Ja, een paar klussen eigenlijk. Waarin ik aerials moet doen. Ah, en ik vergeet gewoon mijn hammock. Ja, mijn lichaam is niet altijd... voelt niet altijd fit om te gaan trainen en mijn kracht en mijn lenigheid te gebruiken. Dus het is nodig als je ouder wordt. Dit is een zaal die we sinds kort eigenlijk altijd huren om te kunnen trainen. Ik weet niet of je het ziet, maar er hangen er hangen ringen. Daar gaan we onze aerial equipment op vastmaken. Luan is mee vandaag. Die gaat zelf trampoline springen of zo, of whatever. Iets leuks. Iets doen, maar gaat zich nuttig soort van maken. Cuba was heerlijk. Yeah. Joanna is ondertussen aangekomen. Hoi. Nou, ik heb net opgewarmd, maar eigenlijk wil ik gewoon weer naar huis. Gates of Hell! Luan is losgegaan de hele tijd. Wee. Joanna is losgegaan. Ja. En ik heb een beetje geklungeld. Nooit ook losgegaan. Ik heb geklungeld. Losgeklungeld. Het is maandagochtend. 8:15. Drukke week voor de boeg. Oh, het is nog steeds maandag. En ik moet zeggen dat ik echt kapot ben. Ik voel me echt groggy. En ik heb dadelijk een fotoshoot met Rick. Rick Smits van de Smart Fotografie. Hij maakt altijd super mooie foto's. Dus dat is wel fijn. We werken altijd wel fijn samen. We hebben al verschillende shoots gedaan. Dus daar ga ik zo naartoe. Maar ik ben echt kapot. Ik zou het liefst gewoon de hele dag in bed blijven liggen. Of op de bank. Maar dat heb ik al een week, dit gevoel. Dus daar kan ik niet meer aan toegeven natuurlijk. Dat is een beetje gekkenhuis. Het is natuurlijk waarschijnlijk ook omdat ik moe ben. Deze week wordt een drukke week. Het is de eerste week van maart trouwens. 2 maart ondertussen. We hebben de eerste 2 maanden van het jaar er alweer op zitten. Morgen ga ik trainen. Ter voorbereiding voor deze week dat Koen und Sander Fest. Ze hebben 10 jaar bestaan. En dus daar ga ik voor trainen, dinsdag en donderdag. Vrijdagavond als Koen und Sander Fest. Zaterdagavond 20 jaar bestaan. Crazy Bed. Ja, dit is zeg maar hoe mijn week eruit ziet. Ja, ik heb er zin in, maar ik vind het ook wel... het is altijd wel even een focus die je moet hebben. Want ik moet toch 3 keer de lucht in. Ja, dan heeft toch wel kracht en uithoudingsvermogen nodig. En
Ja, dan moet ik me wel focussen. Knop, spullen weer mee. Pak ezel. Pak ezel is mijn second name. Here we go. Ik ben dus eigenlijk gewoon van de ellende gestopt bij het tankstation om een Red Bulletje te halen. Ik was ook vergeten te vertellen dat ik zondag ook een stuntje heb om te nemen. Dus dat is ook wel weer leuk. Het is altijd leuk om met stuntteam te werken. Stuntteam beukelen. Dus ik ben benieuwd. Ik, andere hek. We zijn er. Ik ben in mijn pyjama. Is het nog? Het is dinsdag. En zo zijn. Je ziet het niet zo goed trouwens, maar heerlijk. Ik word altijd super vrolijk van de zon. Dat is echt bijna, mijn motor, zeg maar. Dus je weet hoe ik me dan voel, 's winters. En met de herfst. Ik moet even gaan repeteren voor... Hier ook mijn geslof van mijn slofjes. Voor dat Koenensandenfest, waar ik wel, zeker heel veel zin in heb. Alleen het trainen, vooral in je eentje, is heel erg ongezellig en zo. Dus, de openingsmuziek moet ik even downloaden. En dan ga ik eens even kijken wat we ervan kunnen maken. Sunshine. Oh, wat is dat? Oh. Kijk nou, verkeerde knop. Oh ja, dan moeten we hier altijd eventjes het veld oplopen. Want anders dan gaat de sensor niet aan. Wacht, even snel schoen uit doen. En dan. Of de sensor staat niet aan. God, Jesus. Weer teruglopen. Dat is oké. Even kijken. 11:45, 12:15. Ja, nou ja, 1:45. Dus ik ga inpakken en wegwezen. We hebben vandaag training met allemaal gingers in de zaal. Wie past er niet bij? Dat is toch Chloe? Zo dan. Heel mooi. Ja, tuurlijk. Oh. Misselijk van draaien. Lailai ook. Kom, ik ga filmen. Oh, we gaan naar Lailai. Oh, we gaan naar Lailai. Ja, ben ik klaar. Yes, baby. Oh, ik kan gewoon niet meer weg. Oh my god. Oh nee. Oh. Goedemorgen. Nou ja, morgen. Het is bijna 1 uur. Het is vrijdag. En ik ben onderweg. Ik zit net in de auto. Ik ga vandaag optreden bij de
als Koen und Sander Fest in de jaarbeurs in Utrecht. Ik vind het wel spannend. Ik moet zeggen, ik ben heel erg moe, maar dat lijkt een beetje de story of my life deze week. Ik heb in ieder geval veel zin in, zonnetje schijnt. We moeten wel even opladen, merk ik. Oeh, het is een latertje geworden gisteren, nog even wat gegeten. Laat thuis. Dus ja, dan kun je gewoon op mijn leeftijd niet meer tegen. Net gebeld door mijn moeder dat dus mijn portemonnee alles nog gewoon bij haar ligt. Dus ik was bij Vught vanuit West. Ik ben weer terug aan het rijden om het op te halen. Even mijn make-upje doen. Want ik ben nog niet aan de beurt, ik ben op tijd. Maar ik vrees dat we ons moet gaan haasten. Dus ik ga nu alvast mijn make-up doen. Ezel. Het is echt een pokken in het lopen. Daar moet ik zijn. Of daarachter, klokgebouw. Maar dat parkeren schiet niet op. Gieters. Gekkenhuis. Hi. Nou, eigenlijk moet ik gewoon even kijken hoor. Want iedereen probeert hier nu weg te komen. Het valt wel mee, zo druk is het niet. Maar eigenlijk moet ik een mannetje hebben die mijn vlogjes filmt. Want het is allemaal te veel. Zorgen dat je op tijd op het podium bent en je dingetjes doet en tralala. En het is ook best wel vermoeiend zo voor deze oma. Ja, vooral fysiek zeg maar. Dan voel je op een gegeven moment wel je verzuring in je armen. Maar goed, ik ben klaar. Het is. Half zes. Het is alweer half zes. Lekker naar huis. Make-up afhalen. Douchen. En keihard gaan slapen. Dat gaat hem worden, denk ik. Ja, het was te gek. We waren met heel veel artiesten op het podium. Ik heb daar dus geen beeldmateriaal van, want ik was te veel bezig met werk en performen. Dus misschien komt er nog wat leuks tevoorschijn wat ik kan gebruiken. Oké. Moet je horen. De vogeltjes fluiten gewoon. Lente. Oeh. Eindelijk thuis. Slaap lekker.